Het nu volgende programma voldoet niet aan het keurmerk kwaliteitsjournalistiek. Jean-Marie de Dekker is naar eigen zeggen hard voor alles wat niet kosher is. Maar nu krijgt hij het zelf hard te verduren. Er verschijnt binnenkort een omstreden boek over hem. En eergisteren bleek dat hij zijn politieke tegenstanders laat checken door een privédetectieve. Ik heb een detectieve aangesteld omdat er onregelmatigheden gebeurd waren met de verkoop van het gerechtsgebouw in Veurne. En omdat er links waren naar het buitenland en wij daar geen toegang toe hebben, heb ik een gespecialiseerd bureau aangesteld om dat te gaan uitzoeken, omdat er links zijn naar fiscale paradijzen. Ik heb altijd gevonden dat de Dekker een brutale vlegelen was, maar ik heb nooit gedacht dat hij daartoe in staat was, want dit zijn eigenlijk fascistische praktijken en ik vind dat bijzonder erg en hij is het boegbeeld van die partij, dus dat straalt ook af op die partij. Jean-Marie de Dekker, de Hercule Poirot van de wedstrijd, of misschien Dirty Harry. U hoort het, de kritieken, vooral op uw methode, namelijk het inschakelen van privédetectives. De kritieken zijn wel vernietigend, hè? Alle partijen kapitelen u nu. Dat kan ik heel goed geloven, want alle partijen hebben inderdaad iets te verbergen. Want wat val ik nu aan? Het wanbeleid van de regering Verhofstadt, waarin men ons patrimonium uitverkocht heeft. Dus om het budget, om de begroting in evenwicht te brengen, heeft men een hoop gebouwen verkocht, ook rechtsgebouwen in het verleden, en men is ze gaan terughuren. Maar u was toen zelf wel lid van Open VLD. Nee. En u heeft daar toen ook toch niet tegen geprotesteerd? Dat was allemaal kosher. Bij die verkoop heb ik niet geprotesteerd. Ik ben nu gaan onderzoeken aan wie dit verkocht is. En als ik kijk bijvoorbeeld dat er 6 gerechtsgebouwen en kantoorgebouwen verkocht zijn aan een BVBA'tje, ik ga het noemen, ik ga naam en toenaam zeggen, Redeba, met een kapitaal van 20.000 euro, eigendom en in handen en begeerd door een offshore vennootschap in Ierland. Dan stel ik mij daar vragen bij in Tipperary, dat die mensen offshore bedrijven, wij praten altijd over fiscale fraude, dat de regering aan dergelijke instituten die gebouwen verkoopt, en met 20.000 euro kapitaal worden er voor 50 miljoen euro rechtsgebouwen verkocht, ons gerecht. Ja. Dus het voorbeeld van justitie men, in België. Dat had men kunnen weten uiteraard, want men heeft toen al gewaarschuwd, let op, dergelijke constructies door privémensen dat in handen te geven, dat is natuurlijk gevaarlijk, u had het op voorhand kunnen weten. Het klopt, het is zelfs erger dan dit, ik had het niet op voorhand willen weten, ik heb dit niet gedaan.
Hè, onze ministers hebben dit gedaan. Dan kom ik nog extra tot de conclusie dat bij de onderhandelingen over die huurcontracten mensen betrokken zijn, bijvoorbeeld uit de zakenpartners van de minister. Dat de minister zelf, ik ga hem noemen, de minister van Buitenlandse Zaken, onderhandelt over die huurcontracten. Ik weet niet wat zijn taak daar is. Bijvoorbeeld van die gerechtsgebonden. Dat zegt u nu wel, ja, maar heeft u daar bewijzen van? Ja, daar heb ik getuigen van mensen die beëdigde mensen zijn, die dat zeggen tegen mij. Ja. Maar dat klinkt weer al als een nieuwe beschuldiging. Nee, ik doe geen nieuwe beschuldigingen. Ik ga zeggen wat ik gedaan heb. Om mijn zaken te kunnen staven, heb ik iemand aangesteld, een specialist. En dat is, daar komt die privédetective, want dat woord, dat is een enorme connotatie. Als een privédetective denkt men altijd aan echtscheiding en dergelijke meer. Nee, je hebt specialisten, privédetectieven. U noemt dat een specialist, een expert. Ja, in fiscaliteit, ja, tuurlijk. Ik zeg, ga onderzoeken in Ierland, want ik kan dat zelf niet in. Kijk in die vennootschappen wie daarin zit. Men is daar niet binnengegraakt in die offshore constructies, zodanig dat ik niet kan bewijzen wie dat er eigenaar is. Nee, ik heb alleen vermoedens, wacht, ik ga even uitpraten. Ik heb alleen vermoedens, bijvoorbeeld wat die zaak betreft, Redeba betreft, achteraf, door allerhande fiscale constructies, vennootschapsconstructies, komt de familie Jaspers naar boven, die ook betrokken is bijvoorbeeld bij de verkoop van de ambassade in Tokio. En dan zeg ik wil weten, zitten die mensen daarin? Zitten die mensen daar niet in? Dat is natuurlijk uw goed recht en uw plicht om als parlementslid dat te onderzoeken. Ja. Maar de hele zaak is natuurlijk het inschakelen van privédetectives tot en met het privéleven, de financiën van de familie De Gucht te gaan onderzoeken. Nee, dit is er toch over. Maar dat laatste is nu echt niet waar. Dat laatste is niet waar. Wat meneer De Gucht doet in zijn privéleven, met wie, hoe, waar of wanneer en hoeveel keer, dat gaat mij niet aan. Maar heeft zijn rekeningen in die van zijn echtgenote, in die van zijn zoon toch laten natrekken? Nee, dit klopt niet. In het verslag van de privédetectieven staat er alleen dat meneer De Gucht, buiten minister, ook nog les geeft aan de universiteit. Ja, dat wist toch al iedereen natuurlijk. Dat weet iedereen, maar meer staat er daar ook niet in. Slechte detectieven, zou ik zeggen. Dat meneer Jean-Jacques De Gucht, meneer Jean-Jacques De Gucht, 3 dagen gewerkt heeft in zijn leven voor alleen senator te worden. En dat mevrouw De Gucht sedert 1990 rechter is. En de wedden staat erbij, je kunt dat lezen in het staatsblad. Ja, dat is het enige wat ik wil daarover uitspreken. U heeft de detectieve bureaus toch zelf gehoord gisteren, die zeggen wat hier gebeurd is, ja, dat is om te beginnen misschien schriftvervalsing en ten tweede een zware inbreuk op het privéleven van mensen. Dat doen detectives niet. Maar er is geen inbreuk op privélevens van mensen. Ik kan u begrijpen dat er allerhande zaken zijn. Ik heb opdracht gegeven aan een privédetectieve bureau om uit te vlooien wie er achter die fiscale constructie zit. Niet meer of niet min. En in het verslag van dat bureau staat er ook niet meer of niet min, behalve die 3 andere zaken. Maar u vindt dat dus allemaal normaal? Dat moet zo kunnen? Tuurlijk. En dat moet in de toekomst zo? U gaat dat nog doen? Natuurlijk ga ik dat nog doen. Het is mijn plicht als parlementair om de uitvoerende macht te controleren. Ja, maar bedoel het inschakelen van privédetectives? Als ik de corruptiezaak rond Moerman, ik heb daarvoor fiscalisten ingeschakeld uit consultancybureaus. Ja, maar dat zijn specialisten. Ik bedoel, privédetectives, dat is nog van een andere orde, zou ik zeggen. Een privédetectieve geeft ook een bepaalde specialiteit. Mm. Ik heb die privédetectief bijvoorbeeld ook ingeschakeld voor octrooirecht. Mm. Maar dat is dan voor een privévennootschap van mij. Ik heb die ingeschakeld om te kijken in de fiscale paradijzen. Wie er achter de eigendommen zit, denk ik goed na, hè. Dat ik hierna, achter de eigendommen zijn, de eigenaars zijn van onze justitiepaleizen, van ons gerecht. Maar dan zeggen vele mensen, u heeft als parlementslid een aantal voorrechten die wij als gewone burger niet hebben, om toegang te krijgen tot alle soorten documenten. En toch schakelt u dat in. Beeld u zich eens in, kunt u die kritiek niet begrijpen dat men ook achter uw leven privédetectieven zou zijn? Ja, men doet dat. En dat is dan erg. Nee, men doet dat. Ja, is dit de democratie, meneer De Dekker, waar we binnenkort van moeten dromen? Meneer, u bent hardhorig. Ik ga nu voor de vijfde keer herhalen aan u. Dat ik niet een privédetectieve op het privéleven van meneer De Gucht gezet heb. Ik heb een privédetectieve gezet op het uitvlooien van de vennootschappen die eigenaar zijn van ons gerecht. Ja. En omdat meneer De Gucht mee onderhandeld heeft over de huurcontracten, de sale en de leaseback, mee onderhandeld heeft, heb ik opdracht gegeven om te kijken of er meneer De Gucht daarin zit of ook de vennootschappen van meneer De Gucht daarin zit. Maar het was ik niet dat waar. Dat was een dikke pech voor u. En het is eigenlijk uw eigen partij die u een pak van eigen broek heeft, laat ik maar zeggen. Want het ene schandaal dat u graag uitbrengt, het zijn uw eigen vrienden van vroeger die nu uzelf schandaliseren. Ik heb het rapport gekregen van die
van het privédetectieve kantoor. Dat rapport is afgegeven aan niemand om te zeggen, ga het afgeven aan Jean-Marie de Dekker, want ik ging daar niks mee doen. Ik wist dus dat er geen bewijzen in zaten tegen. Mm-hmm. Ja? Want men heeft geen toegang gekregen tot die offshore bedrijven in Ierland. Daarvoor dienen ze ook. En dat in plaats van het aan mij te geven, is men dan naar de pers gaan geven. En de pers heeft daar een heel grote zaak van gemaakt, van de Dekker, privédetectief op het leven van meneer dus de Jeugd. U krijgt nu eigenlijk wat u zelf veroorzaakt, want op de duur krijgen we een soort democratie die eigenlijk gebaseerd is op puur wantrouwen. Het zijn allemaal zakkenvullers en er is maar één man die gelijk heeft, dat is altijd Jean-Marie de Dekker. Nee, dan moesten jullie nu een keer als journalist jullie werk doen. Wij en doen als ons werk, nee, dan moest je nu een keer zien dat die gerechtsgebouwen in handen zijn van offshore bedrijven. Moest je nu een keer zien, als je bijvoorbeeld die micro onder de neus steekt van meneer Van der Malen, die altijd praat over fiscale paradijzen, toch van de Socialistische Partij. Ik geef vragen aan die meneer hoe dat het komt dat zes van onze gerechtsgebouwen in handen zijn van deze fiscale paradijzen. Ja, moest je dat doen en zelf onderzoeken, dan moet ik mijn werk maar u ontwijkt doen. Het moeilijkste punt, dat is de methode uiteraard, het inschakelen van die detectives. Maar die methode is totaal correct. Methode totaal correct, zolang als ik die detectieven gebruik, om te kijken waar het misgelopen is in die fiscale paradijzen, is die methode correct. Ik heb dat gedaan, ik stel fiscalisten aan bijvoorbeeld, als je praat over de zaak van Wijmeers, de zaak Koekelberg, u weet ook heel goed dat onze partij daar die schriftvervalsingen naar buiten gebracht heeft. Maar dat ruikt toch naar eigenaardige praktijken. Sommigen zeggen, lijst de Dekker, LDD zou zich misschien beter omvormen tot lijst DDR. Ja, ik vind dat een fantastisch verwijt. Voor u als socialist kan dat goed kloppen. Maar ik zeg daarin gewoon dat ik mijn werk doe. Ik moet als Kamerlid, als parlementslid, moet ik de uitvoerende macht controleren. Hoe kan ik de uitvoerende macht controleren? Hoe kan ik de uitvoerende macht controleren door te tonen zwart op wit dat het daar verkeerd gaat? Hoe kan ik het tonen zwart op wit door hen persoonlijk te investeren en te zeggen, kijk, ik stel mensen aan die dit kunnen onderzoeken. Dat gebeurt in ieder land, dat gebeurt overal. En dat heeft niks met privé te maken. Dat heeft te maken met het feit dat de excessen van de uitvoerende macht moeten gecontroleerd worden door de wetgevende macht, door de parlementairen. En ik doe mijn werk. En ik doe mijn werk en ik zal mijn werk blijven doen. Hoezeer men mij ook zal trachten te beschadigen of dit in een verkeerd daglicht te stellen waar u nu ook aan meewerkt. Ik doe mijn werk als parlementair en men is dat niet meer gewoon. Okay. Men is gewoon dat men een stemmachine is voor de meerderheid en ik doe dat niet. En ik doe mijn werk als journalist. We hebben gehoord wat de democratie à la Jean-Marie de Dekker is. Kijk uit naar spionnen en detectives onder uw bed of op de hoek van de straat.